Belangrijke wedstrijd uit voor Oré bij Beerschot. Want staat eigenlijk in de problemen. Nog niet gewonnen na de winterstop. En Beerschot heeft de punten ook absoluut nodig om weg te komen uit de degradatiestrijd. Strafcorner in het eerste kwart voor Domene. En dan gaat hij binnen. Afgeweken op de stick van de eerste uitloper Maxime Capel. Een beetje meeval voor Oré. Maar wel de voorsprong van Tommy Domene. De specialist aan de kop van de cirkel. Hier uitgelopen. En dan ja, wijkt hij nog net af op de stick van Capel. Dan een beetje blessure bij de Slover. Die is daar plots gaan zitten. Hopelijk valt het mee. Want de kern van Beerschot is niet bijzonder groot. En ook niet vergeten, dit is een hele belangrijke speler uiteraard voor Beerschot. Dus de Slover daar een beetje aan het trekken benen. Hier is het gebeurd. Daar helemaal links in beeld. Lijkt daar wat last te hebben. En dan gaat hij zitten. Ondertussen snel genomen voorzet. En dan is daar de goal van Luca Masso. We waren nog aan het kijken naar de herhaling. Maar Oré wacht daar niet op. Gewoon doorspelen. En zo Luca Masso heel mooi gedevieerd aan de eerste paal. En zo 0-2 voor Oré. Ja, Beerschot komt er in die eerste helft niet aan te pas. Daar die voorzet. Ja, Goudsmit laat die bal doorkomen. En dan gaat hij niet de allergrootste. Ziet die bal ook gewoon verdwijnen over zijn schouder. En zo. Dus 0-2 voor Oré. En Beerschot, ja, hoe gaan ze terugkomen? Helemaal op het einde van deze eerste helft. Toch nog een strafbal voor de Slover. En hij maakt het af en op die manier is het 1-2. En komt Beerschot al met al goed uit de eerste helft. Speelde echt geen goed hockey. Oré ook niet, maar wel beter dan Beerschot. En toch 1-2 na 35 minuten spelen. Kijk, feilloos gedaan. Jeffrey de verkeerde kant uit. En op die manier dus 1-2. Tweede helft, eerste kans pas voor Oré, want Beerschot speelt beter. Het is een strafcorner voor Oré. En dan gaat hij binnen. Niet gestopt op door de lijnstop. En zo wordt het 1-3. Tommy Domene met zijn tweede van de middag. Beerschot had wel kansen, had strafcorners, maar die gingen er niet in. En aan de kop van de cirkel is er efficiëntie bij Oré met Thomas Domene. En op die manier wordt het uiteindelijk 1-3. Dan gaan we naar de strafcorner bij Beerschot. Eindelijk gaat hij erin bij Beerschot. De Slover 2-3 met nog een kwart te gaan. Dat is dan toch verdiend op basis van die tweede helft waarin Beerschot echt op zoek ging naar meer. Maar keer op keer, op het moment dat ze de aansluiting vinden, is er een strafcorner voor Oré. En dan is er keer op keer, inderdaad, Thomas Domene. En ook deze poest hij binnen op 7 minuten van het einde. 2-4. Dit moet dan toch de beslissing zijn voor Oré. En in deze belangrijke wedstrijd onderin het klassement. John Domene, hij geeft aan. En dan Domene krijgt hem voorbij de eerste uitloper. En dan gaat hij binnen 2-4. Beerschot blijft nog wel gaan, 5 minuten. Misschien kan het nog wel. Bal komt in de cirkel, hoog gespeeld. En inderdaad, strafcorner voor Beerschot. Deze moet erin. Anders is de wedstrijd gespeeld. De Slover alweer aan de kop van de cirkel. De Slover kan slepen en doet dat goed. En zo wordt het toch nog 3-4. 5 spannende minuten waarin iedereen dacht dat de wedstrijd al gespeeld was. Kon Beerschot toch nog de neus aan het venster steken. Kijk hier. Dan gaat hij tussen lijnstop en keeper in. Heel goed gepusht door de Slover. En dan neemt Beerschot de doelman eruit. En zetten ze alles op zoek naar de gelijkmaker. Druk. Bal komt niet in de cirkel. En dan kan Oré gaan counteren met Branicki. Die wacht op steun. Die ziet daar Curtie komen. Simar schiet door. Wordt niet echt ook vervangen. Daar gaat hij naartoe. Simar die gaat deze wedstrijd beslissen. Inderdaad. 3-5. Oré pakt 3 belangrijke punten. Na 3 nederlagen na de winterstop. Eerste punten voor Oré. Sluipen een beetje weg uit de degradatiezone. Beerschot blijft dan voor laatste staan. En gaat een moeilijk seizoenseinde tegemoet. Want we hebben absoluut de punten nodig.